Oh shit, oh shit. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Ik kan het bijna niet geloven. Het is fantastisch weer. Er hangt daar wel misschien wel een beetje onweer in de lucht. Maar ik moet vandaag werken. Normaal ging het regenen. Ik zag er echt tegenop. En het gaat waarschijnlijk nog niet direct regenen. Dus ik hoop dat het de komende 2 uur niet gaat regenen. Ik ben een beetje ziek geworden. Het is zo de seizoenswisseling. En ik heb echt zo'n beetje keelpijn. Ik voel me niet 100% lekker. En daarom heb ik deze green juice gemaakt. En dat gaat me er sowieso bovenop helpen. Dus ik ga dit drinken. Daarna een smoothie maken. En daarna gewoon vertrekken naar mijn werk. Ik moet echt weer beter worden. Geen idee hoe dat het komt, maar gisteren was ik zo niet zo 100%. En vandaag ben ik zo opgestaan met zo'n ruwe keel. En ik hoop echt dat ik helemaal in orde ga zijn voor de bite-days. Want ik heb er echt zin in. En ik heb echt geen zin om ziek te worden. Dus bij deze mensen, we gaan gewoon zorgen dat we erdoor geraken. En ik zou zeggen, let's fucking go. We maken er een fantastische dag van. Joe! Ik ben thuisgekomen van mijn werk. Ik heb direct mijn sportkleren aangedaan. En ik dacht, ik ga vandaag nog een keer sporten. Sowieso. Hier is de open lucht fitness. Ik ben helemaal alleen. Dat is echt wel nice. Ik zat de laatste tijd veel vlogs van Enzo Knol te kijken. En ik zag hem gewoon ook knallen in de fitness. En als jullie mijn vlogs volgen, dan weten jullie dat ik eigenlijk ook gewoon normaal altijd wel een beetje fitness deed. Nooit veel, maar wel genoeg. En vandaag... Vandaag ga ik er terug mee moeten beginnen, want de zomer komt ten einde. Ik ga waarschijnlijk minder BMX'en en ik heb dit vlak bij mijn huis. Dus ik kan evengoed een beetje komen fitnessen. Ik ga beginnen met me op te trekken, want daar heb ik echt zin in. We gaan gewoon direct 10 keer proberen. Let's go! Oh my god, dit is te lang geleden mensen. Normaal kan ik dit gewoon met gemak. Oké, het is wel gelukt, maar ik had het lastig. Oeh. En dit was de makkelijkste methode. Ik heb me 10 keer opgetrokken, zo, met je handen zo. En dit is de makkelijkste methode. Dit is een moeilijkere methode als je het zo doet. Dus we gaan nu 10 keer zo proberen. Ik heb echt te lang mezelf niet opgedrokken. Normaal kan ik dat echt 15, 20, 35 keer. Maar het is fucked up lang geleden. Oké, we gaan ervoor. Fuck. Het lukt me niet. Die shit is echt bizar. Hoe de fuck kan dit niet lukken? Oh my god. Kutzooi. Het is me dus niet gelukt om me 10 keer zo op te trekken. En dat is echt al kut. Maar ik denk dat het gewoon te kort was op de vorige keer. Ik had echt 2 keer na elkaar geprobeerd. En ik ga nu een beetje tijd tussen laten. En ik ga eerst deze oefening doen. Deze is goed voor je buikspieren. Hoppa. Ik ga die ook gewoon 10 keer doen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oh. Wow, yo mensen, ik voel het echt. Het is te lang geleden. Ik ga vanaf nu terug 2 of 3 keer proberen komen per week.
Ik train wel veel op de fiets met Deliveroo's doen, maar dit is iets anders. Dit zijn meer je spieren onderhouden en blijkbaar is BMX niet voldoende. Oké, ik heb een andere spot uitgekozen. Misschien geeft deze spot me meer zelfvertrouwen. En ik ga het proberen 10 keer optrekken. Ik hoop echt dat het lukt. Oh shit, ik zie niets met die zon. Wow, yo. Hoe moet ik hier opspringen? Yes. Oh shit. Mijn pet. Hoppa. Oké. 1. 5. Oké, we gaan ervoor. Nog 3, 8, 9. Oh, nog 1, kom aan. Ik heb het echt lastig. 10. Oh, holy shit, mensen. Oh. Ik deed dit normaal echt met gemak. Ik ga terug alles een beetje moeten opbouwen. Ik wil binnen een maand 20 kunnen. Zonder probleem. We gaan ervoor sowieso. Oh, ik voel het nu al aan mijn armen. Hoe de fuck is dit mogelijk? Oh my god. We gaan terug meer moeten trainen. Oké, nog een keer. Ik heb nog een vette oefening. Ik ga jullie die tonen. Check dit. Ik heb hier trouwens dit wiel gezet. Daar zet ik mijn camera op voor te filmen. We doen zo. Hoppa. Oké. En dit is echt een super goede oefening. Dit is echt super goed. Dus we gaan ons daar aanhangen. En we gaan swingen over de band heen. Hoppa, hoppa, hoppa. Ik ga eerst even iets drinken, even rusten. Maar dit is alleszins de volgende oefening. Joe. Ik wil hier beginnen aan mijn volgende oefening en kijk wat er gebeurt. Dit ding begint te bewegen en rolt weg. Wow, yo! Hey! Hallo! Boom! En trouwens, bijna op mijn fiets. Shoutout naar Elijah Bugan. Yes. Boom. Oké, de volgende oefening is meer voor het evenwicht en dat is hier opstaan en hier op proberen lopen. Oh, ja. Oh shit, oh shit, oh, bijna de camera kapot. Ja, got the balance, got yeah. Balance. Yeah. What? When you try much of times, you got it. Ja, ja, ja. Oké, deze oefening ging iets minder goed dan gepland. Want dit ding loopt schuin af. En het is redelijk moeilijk om je evenwicht daarop te houden. Woe! Dat was echt de beste beslissing ooit om lekker te gaan sporten. Dat heeft echt super veel deugd gedaan. Ik ben hier nu een beetje aan het chillen met Boef. Maar ik ga gewoon direct de douche induiken. Want ik heb echt nood aan een lekkere douche. Ik ga daarvan genieten. Ik ga daarna eten maken. Daarna ga ik richting het stad. Want ik stel het al 2 dagen uit. Ik moet nog een broek gaan kopen. Ik moet kattenbakvulling voor de katjes gaan halen. En ik moet waarschijnlijk nog een paar dingen doen waar ik nu niet kan opkomen. Dus we gaan straks naar het stad, maar eerst douchen en eten. Boef! Kom! Kijk hoe goed deze kat luistert.
Ik ben super fris gedoucht. Dat voelt echt wel heel nice achter zo'n training. En ik heb een lekkere pasta gemaakt. Jullie zien het, ik had nog saus over van gisteren. Dus ik heb die gewoon opgewarmd, spaghetti gekookt. En klaar is Kees. Straks naar buiten en we gaan nu echt alles in orde brengen. Want de kattenbak moet ververst worden. En ik heb een nieuwe broek nodig voor de baai thuis. Maar ik heb naar het weer gekeken. En ik denk dat het misschien wel gewoon short weer gaat zijn. Dus we zien wel. Misschien kan ik in mijn short, misschien lange broek. Het gaat 22 graden worden en volle zon op de baai thuis. Dus waarschijnlijk gaan we in de short. De zomer is nog lang niet gedaan en ik ben stoked. Joe! Ik heb momenteel mijn skateboard gepakt om richting de H&M te gaan en ik passeer hier in mijn straat en kijk wat er hier allemaal ligt. Dat is gewoon allemaal rotzooi en ik heb hier gesproken met iemand vanuit de buurt en dat is nou het schijnt gewoon een camionet. Die stopt hier s'nachts, die dropt gewoon alles uit en die rijdt gewoon weg. Dus wat een schande is dit. Je moet kijken hoeveel afval dit is. What the fuck. Er ligt hier zelf een velg van een auto. Oh my god, echt wel schandalen dat mensen dat gewoon durven doen. Ik zou het echt niet durven. Ik zou me rot schamen. Ik zou bang zijn om daarmee gepakt te worden. Dat is echt een heftige straf. Dat is een sluikstort. En daar staan echt serieuze straffen op, sowieso. Maar ik heb nog 20 minuutjes om richting de H&M te gaan. Ik hoop dat Ivago, de vuildienst, dit opkuist. En ja, ik ga gewoon rap die broek gaan halen. Want het moet gebeuren. Ik moet fresh zijn. Joe! Ik heb hier een paar vette baantjes ontdekt om met mijn skateboard te cruisen. In Gent zijn er echt superveel van die kasseiweren en dat valt echt gewoon onmogelijk te skaten. Hier ligt het wel nog redelijk, dus we gaan hier een beetje cruisen. Normaal ga ik altijd richting de Blaarmeerst, maar we gaan een keer de andere kant op, sowieso. Gewoon voor te checken, voor te genieten en voor een keer een beetje verandering. Ik ben daarnet naar de H&M geweest. Die sluiten de deuren blijkbaar al om 10 voor en ik wist dat niet, dus ik was gewoon te laat om een broek. Morgen de laatste kans om een broek te gaan halen, maar morgen werk ik niet, dus heb ik sowieso genoeg tijd. Joe! We gaan cruisen, genieten en wow! Oké, probeer dit zeker niet zelf gewoon vloggen en skaten door de stad, want dit is echt gevaarlijk. Joe! Ik ben momenteel in het Citadellenpark, dat is echt een van de mooiste parken van Gent. Check dit. En ik heb net een fles water gekocht in de Albert Heijn. En wat dat we hier zien is echt nice. Check dit. Dit zijn alle wortels van de boom. En check wat hij met die baan heeft gedaan. Die baan is helemaal vervormd, helemaal kapot. En zo kan je gewoon zien hoe krachtig de natuur is. Dat is echt niet normaal. Ik ga nu naar een van mijn favoriete chillspots. Hier helemaal van boven op de berg. Een beetje water drinken, een beetje genieten, een beetje chillen. En daarna verder op cruise. Joe, let's go! En al veel gevangen? Nee? Al en al. Ah, oké. De shiny quest, hè. Oké. Thanks, man. Oké, ik was zo benieuwd als dat een Pokémon jager was of niet. Want ik zie hier allemaal mensen rondlopen met hun gsm in hun hand. En blijkbaar is het een Pokémon jager. Ik heb gevraagd als hij al veel had gevangen. En hij zei van niet. Dus die guy is gewoon op Pokémon's aan het jagen. Ik dacht dat dat spel al lang dood was. Maar blijkbaar zijn er nog veel mensen dan dat spelen. Want hier zijn er echt heel veel mensen gewoon aan het rondlopen en aan het jagen op Pokémon's. Als jullie ooit in Gent zijn, ik ga het blijven zeggen, kom zeker naar hier. Het is een van de chillste spots ooit. Jullie zien het en check dit, mensen, die trap. Dit is gewoon een boomstam, dat is echt super mooi gemaakt. Damn, wat een vette plek. En hier kan je zo naar boven lopen. Hop, hop.
En het coolste aan deze plek is dat er bijna geen mensen naar hier komen. Ik weet ook niet waarom, want het is hier echt legendarisch, maar er is hier echt bijna nooit iemand. Ik heb hier nog nooit iemand geweest. En check dit, hier zet ik me dan, hoppa, zo op het gemakje. En dan zit ik gewoon hier te chillen. Jullie zien het, ik pak er een beetje water bij. En dat is gewoon voor mij, wow, ik val bijna. Dat is voor mij gewoon genieten. Ik ga dit water opdrinken en daarna gewoon verder gaan cruisen. Joe! Kijk eens aan mensen, het is echt een super mooie avond. Het is golden hour en ik ga nu naar een spot om de dag op een perfecte manier te eindigen. Joe! Let's go! Oké, mensen, ik ben hier momenteel in de wc van een school. Er is hier normaal echt een super vette rooftop. En die rooftop is daar. Maar hier achter mij zijn er allemaal mensen. Ik denk dat dat arme mensen zijn die aan eten krijgen of zo. En ik ben ook keihard aan het zweten, dus ik denk dat ik gewoon naar huis ga gaan en geen risico's ga nemen. Ik heb echt geen zin om helemaal ziek te zijn. Hoppa. Want zoals jullie weten, ik was vandaag echt een beetje ziek en ik heb geen zin om mezelf te moeten maken en hier kunnen we nu niet op, want als er politie komt of als iemand dit ziet of zo, dat is gewoon niet de bedoeling. In ieder geval, ik ga nu richting huis. Ik neem misschien wel de tram, want ik heb echt geen zin meer om te skaten. Onder deze pool ben ik zo helemaal aan het zweten en ik wil echt fris zijn voor de bytes. Ik wil niet ziek zijn. Joe, let's go. Ik heb nood aan eten, drinken en gewoon lekker een warme douche. Joe. Ik ben hier echt net een super mooi poesje tegengekomen. Check dit. Hallo. Hey. Wat ben jij mooi, zeg? Ik heb net op de tram allemaal comments van jullie gelezen van op mijn laatste video en shout-out naar jullie allemaal. Zoveel liefde in de comments, niet normaal. Jullie staan allemaal achter mij. We gaan echt alleen maar nog voor positiviteit. Woppa. Hey, ik dacht dat ik iets zag. Ik zag het zo in dat schermpje. En het is Boef. Hey Boefke. Kom mee naar huis, we gaan chillen. We gaan een lekkere douche nemen, sowieso. Ik heb ook direct op YouTube nog een post gezet en ik mag blijkbaar nog een ticket weggeven. Dus iemand van jullie wint een ticket. Speciaal omdat jullie gewoon zoveel lieve comments posten. Vandaag, de vlog die vandaag online komt... Oh shit, vandaag de vlog die nu bezig is, de vlog die ik nu film, is op zaterdag. En vandaag was het dus een dagje op de bytes. Jullie komen waarschijnlijk thuis van de bytes en... Jullie kijken naar mijn vlog, dus ik hoop echt dat het vet gaat zijn, maar het gaat echt fucked up vet worden. Ik weet het nu al, het wordt echt een super vette dag. Joe! En kijk, Boef is hier aan het rennen. Ik heb hem perfect opgeleid. Hoppa. Ik kan echt niet meer stoked zijn op mijn leven dan dit. Joe! Ik heb daarnet echt een super hete douche genomen. Niet normaal. Wow. Lijpen is blijkbaar aan het spelen met mijn haal. Hey, wat doe jij? Wat doe jij? Oké, deze leggen we hier. En ik hang die later wel terug op. Normaal hangt die op, maar die is blijkbaar gevallen. Want zoals jullie zien, dit ding hier is naar beneden gekomen. En ja, dat moet blijkbaar random gebeurd zijn. Ik weet ook niet hoe. Maar het is gebeurd. Ik heb een smoothie bowl als avondeten. Ik was gewoon veel te lui om te koken.
En ik dacht, ik maak gewoon rap een smoothie bowl. Hier zit echt veel eten in, dus dat wordt mijn avondeten. Ik ga een filmpje bekijken en daarna misschien een beetje editen. En vanavond ga ik echt vroeg gaan slapen. Ik heb me voorgenomen om terug voor 9 uur wakker te worden. En ik denk dat dat gewoon een betere versie van mezelf gaat maken. Ik slaap meestal tot 10 uur 30, 11 uur. En dat is misschien gewoon een beetje te laat om dat gewoon elke dag te doen. Dat is echt geen goede routine. Dus bij deze mensen, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor de kijken, bedankt voor alle liefde, alle positieve comments, noem maar op. Jullie zijn echt knijters. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Peace out, ciao, yo.